My name is Thomas, also known as Tom Sonic, and welcome to my play-by-play casting reel. I like to talk very fast. Yeah, we might see some fight here already. Finding a great cue onto Slimy Devil Mechanics. Needs to flash away for dear life. Slimy is still alive in the back and signing a lot of damage. Arrested Crotty fighting a huge ultimate onto three people. And that's already two people going down on the side of Throw Academy Twente. Now QT Katie needs to run for dear life. Mechanics is going down in the end as well. QT smites a Drake, but it's not enough life steal to stay alive long enough. Amy is running, is vibing, but he will not get away in the end as Arrested Crotty and Grindizer are layering that CC. But maybe he can fight something in return. He does find a kill onto Grindizer. Great fight by Amy hitting the W of the Arrested Crotty as well. Needs to flash away for dear life. But he has the right flashing forward in that same way on lead. As we're looking at this fight, Encore does not connect. Saint United needs to be put down onto Dante, and it does so. Radona is here to go in for the blue team, and he does find a four-man. Slayer goes in as well. Data Mobus is already very low. It's Charm, but not dead yet. A Slayer gets a kill onto Levi. The fifth shot. Can the bomb blow up Jinx on the back inside? It can do just that. And Fold is the only one left standing, but I don't think he'll be standing any longer as Fiend knocks him up, and it's a triple kill for Slayer and an ace for the blue team. Looking in the back inside if he can do something. Now Shockwave misses onto Cutie Katie, and Amy Bay is here doing a lot of damage against MKE already. Slimy Devil getting MKE out of his ultimate, and now he does a lot of damage onto Amy Bay. He will go down very low. Can he use the Gore? Doing a flash away for their life, but it's still alive. Now Amy Bay is finding the kill onto MKE. Cutie Katie on the back inside can find the kill on Baba. Movement is also very low. Mechanics on fighting against the passive of Cyan. Will not go down in the end. He will. Cutie is looking for more as Amy Bay, and he are still alive. Yeah, Cutie Katie is being spotted out here, but he cannot find the right angle. Flashing forward now, Altitidus, of course, does not have QSS just yet. Used the Onslaught of Shadows to get away, but he cannot get away fast enough. And Z is now on a killing spree, killing Titus as well, with Bad Fire on the back line doing a lot of damage. Amy Bay and Z are just in the front line, though, doing so much damage. Finding that E onto Ryuzagi, getting the double kill for himself. Infernal is next on the chopping board, and Mechanics will get that donated to himself. Is being used though. Finding it onto you, but also the Shadows goes as well. Now the Seraphine also, but does connect to the three people, and that's the power of the Seraphine. If it hits, it hits hard. And Titus is running for dear life, and Z can find the shutdown onto him as well. And Twente are completely back as the Shockwave pulls them. Now they find the Dredge Sign onto Infernal, but the Seraphine ultimate is still available. Infernal utilizes his ult. Cutie on the back inside onto you, but he still has Onslaught of Shadows available. Goes into three people, but I don't know if that's actually what you want to do. Amy Bay can find a three-man knockup, but they don't have any power. Just get Seraphine ultimate hitting for three people! And Z now on the back line, doing what he does best, and that is a lot of damage. Bad Pie gets hit by the Dredge Sign once again, and Z wins the fight. Is looking for something. The Q does find out the Bad Pie, and Onslaught of Shadows already comes in. Target ultimate will not even connect. The Seraphine comes down. The two targets have already been killed. Security Katie walks out with here live, and Amy Bay puts a triple knockup. Everyone was left standing gets knocked up in the air. Target ultimate comes down. The Slimy Devil needs to run for dear life. Moonbrace is very low between a rock and a hard place. And can QT find the kill? He can with the dash. Infernal is left, but he's not left to tell the tale as Twente get almost an ace. Dredgeline hit op Flasty, de stun wordt geraakt, de Verge ultimate, iedereen moet ervoor weglopen voordat ze gestund worden. Tessana jumpt naar voren, maar dat is nog niet genoeg. Dus die flasht over het muurtje heen, wordt geignite. En No For Arrogance is in een heel vervelende positie voor hem. Als hij flasht in de armen van Woover, de body slam hit. Nolbergens is heel erg low, kan de W raken van Jinx net niet, maar de slam van Woover doet het vuile werk. En hier pakt Woover ook een kill op. Meteen die kill in zich gebruiken als de shock heeft nu door naar de Dream Scene. Amy Bay is hier aan het kijken. Dash naar voren kan misschien wat vinden. Dream Scene is heel laag, maar gaat het nog overleven? Goeie actie van Crunchy hier. Maar de kill wordt al gevonden door Orianna. Nu komt de Paranoia in. Kan de kill vinden op Jerry. En de volgende die aan de beurt is, is Amy Bay. Maar is het genoeg? Conker wordt gepokt. En de Pulverize komt door. Maar de kill vindt alsnog plaats op Musaya. Crunchy headbutt olie weg. Maar dat is niet genoeg als Amy Bay een dubbel kill pakt. Cypher is hier ook om de party te joinen. Flash naar voren van Olby raakt de Q en gebruikt meteen de ultimate. Mahonix probeert te zonen met zijn Dredge Slime, maar dat is niet genoeg. Als Flashy hier de ultimate gebruikt om te kunnen diven. Flash naar voren met de Pulverize en Olby heeft die kill op Mahonix. En dat zijn twee kills weer naar de blue side. En de Drake wordt makkelijk gepakt. Een hele goede package komt hier. En Diana met vier man hit ook met de tweede zut. En Cryptic kan gewoon gratis auto attacken. Titus doet nog veel damage op de backhand. Maar dat is nog niet genoeg. Cryptic flasht over de muur. En kan die isolated Q raken op Joep. En Titus, wat deed je daar, man? Olie 5 heeft nog steeds zijn Black and Drag available, maar de Death Sentence wordt op hem geconnect. Shockwave mist op twee kanten. Olie 5 kan wegkomen, wordt niet geraakt door de binding, maar Lecto's hier. Raakt hij de ultimate? Nee, net niet. En de Zyren is nu aan het wegrennen op zijn paardje voor zijn leven. Flasty heeft nog die Death Sentence over een paar seconden beschikbaar. Kan hij het hitten? Dat kan hij zeker! Net op het laatste moment wordt naar achter gegooid door de Urquhart. En de Dark Binding claimt weer een kill. Als Obi een kill pakt en de Drake gaat naar Resident Sleep.
pakken. Maar de Leer CC worden geraakt en Chandra's Arrow komt ook door Death Sentence, maar het gaat niet genoeg zijn. MW kan met die ultimate doorkomen. Magnuson wordt ook gebruikt en Joep is unstoppable als hij die kill op OBO kan oppakken. De Jarvan Ultimate komt door, maar dat is al een dubbel voor Joep. De heal wordt gebruikt, maar de Q kan hem net vinden van Joep, de American, de Dutch Sniper. Als hij zijn triple kill oppakt en zijn mastery eventjes short. Level 2 en dan wordt al geraakt en doet heel erg veel damage op een Zyron. Die kan nog wegspringen om die shield te krijgen. Maar de Ignite burnt hem down. Is het genoeg? Cryptic probeert nog die kill te pakken. Wordt gesteund door Zyron en het is niet genoeg. Hij was iets te greedy. Was je window of opportunity, komen koken op man. Als hebben problemen opkomt op Jerry, komt niet te ver naar achter. Kan Mahoney's doodgaan, dat kan hij zeker. 1v1 met een dubbel hop aan de andere kant. Probeert met de Strikebreaker naar de voren te komen. Kan hij verder sommer raken? Nee, een hele goede ultimate van Nar in de muur. Zorgt dat 1v1 een dubbel kill oppakt. En Titus is de volgende. Als we kijken naar een fight hier in de midlane en dan Zyron moet oppassen. Hij is een heel erg low jump weg en uiteindelijk gebeurt er niks meer. Shockwave kan er geraakt worden. De laatste hit voor die 50 stack is net niet genoeg. Hoover met de Slicing Milsom raakt 4 man en kan ook stunnen. Gaat nu gold om iets langer te overleven. De killing instinct wordt gebruikt en de kill wordt al opgepakt hier door de Orianna. Net zie je zo bij Killing Spree als de verder storm doorgaat van Xayah. Maar die kill kan oppakken op Oli 5. En alleen Mahoney's en Cryptic overleven nog. Shockwave komt door, MW kan nog raken op de backhand. Krakt die kill al op en de Magnuson komt ook door. Z doet heel veel damage, jumpt over naar Jerry om die kill nog te kunnen pakken. Lukt net niet. MW nu op Obi, probeert nog wat damage te doen. Electro kan niet de kill pakken op Zyra. Nee, des te voor en overleeft het echt met 1 AP. Alleen Obi is nog het levend om het verhaal verder te vertellen. Maar Jerry flasht over de muur heen en wil die laatste kill van hem oppakken. Een triple kill voor Jerry. En je kan wel de Baron pakken, maar Team Plank pakt al je levens en pakt zo meteen ook je base.